een klein compact gezelschap. Dan mag de pret niet drukken. Goedemorgen en hartelijk welkom bij deze lezing die ik de naam heb gegeven op de Genius Forum. En de reden daarvoor komt straks nog wel wat uitgebreider aan bod waarom dat zo is. Mijn naam is in ieder geval Sean de Bos, inmiddels 30 jaar ondernemer en schrijver van het boek Spirit in Organisaties. Dat even te zijn, ik heb daar al neergezet, mocht u daar nog mee geïnteresseerd zijn, moet u nog even kijken. En de oorspronkelijke auteur van deze lezing is Jim Diamond, alias Mega Genius. En Mega Genius is de man die op dit moment de hoogst gemeten intelligentie heeft op aarde. En vanuit die invalshoek is het ook altijd interessant om te kijken hoe hij tegen dingen aankijkt als waarheid en dat soort zaken. De samenvatting en de vertaling van de lecture, daar is verantwoordelijk voor Rick van der Eyck, die zit voor ook in de zaal, in samenwerking met ondergetekende, waarvan we samen zeg maar, die samenvatting hebben gemaakt. Deze lezingen zijn voor mij van onschatbare waarde, omdat ik voor een groot deel van mijn eigen leven op zoek ben naar waarheid. Ik zou bijna zeggen, wie niet. Nu zijn daar veel ideeën over. Van de waarheid bestaat niet. Of iedereen heeft zijn eigen waarheid. Of je creëert je eigen waarheid. Of wat al niet meer. Mijn persoonlijke ervaring was dat naarmate ik met intelligentere mensen sprak en discussieerde, ik het gevoel had in ieder geval meer waarheden te ontdekken. Om daar een klein beetje realiteit op te geven, heb ik een klein experimentje bedacht om dat een beetje te illustreren. Ik heb daar een bol neergezet en ik zou u allen even willen vragen van wat is de kleur van die bol? Mag ik u vragen wat? Ja, wit. Wit. Heeft u daar nog een idee over wat de kleur van die bol is? We zien wit, maar volgens mij is het geen wit. Oké. Leuk. Heeft u daar nog een idee over? Ik dacht ook wit, maar daaronder is het wat donker, maar dat kan de schaduw zijn van het andere apparaat. Oké. Heeft u daar nog een idee over? Niet meer de halve minuutjes. Oké. Als ik u vertel dat de bol beige is, hoe zou u dan reageren? Zou je mij dan geloven? Of zegt u van nou, Sjoen, je zit nou een beetje uit je nek te lullen? Of wat zou uw reactie daarop zijn? Dat kan. Het zou in de richting de kleur zijn. Is dat kleur? Ja. Zou ik de waarheid kunnen spreken, denk ik? Als kleur dan wel. Oké. Het is een perceptie. Dat is subjectief. Ja. Zou het kunnen zijn dat we alle twee gelijk hebben, of dat we alle twee geen gelijk hebben? En wel en niet. Ja. Ja. Vaak is het zo dat mensen gelijk hebben. Vanuit hun perspectief gesproken. Ik durf bijna zo ver te gaan, maar dat is even voor persoonlijke rekening. Dat iedereen heeft gelijk vanuit zijn eigen perspectief. En iedereen ziet inderdaad zijn eigen waarheid. Maar kennelijk is het iets, want nu laat ik u deze kant zien. Maar als ik u de volledige waarheid zou willen laten zien, dan zou ik de bol werkelijk vanaf alle kanten moeten laten zien. En dat is eigenlijk heel in kort wat, zoals ik nu naar waarheid kijk, is hoe meer je van verschillende invalshoeken naar iets kunt kijken, hoe meer waarheid je in ieder geval kunt zien. Ja? Ik zal hem neerzetten, maar even de invalshoek even goed, even de zaak. Ik ga u zo direct een samengevatte lezing geven van de eerste serie lezingen genaamd de Genius Formula Series, welke bestaat uit 6 lezingen. Deze lezingen zijn voorbij de top van de IQ-schaal, zoals ik u net al even zegt, en laat Mega Genius zien hoe iemand van gemiddelde intelligentie precies kan leren denken als een genie. En dat is op zichzelf vrij bijzonder,
van iedereen zoals hij hier zit, uitgaande dat u een gemiddelde of hogere intelligentie heeft, kunt in principe denken als een spier. Er zijn echter nog drie andere lezingen, series van lezingen, die ik in ieder geval even onder uw aandacht wil brengen, zodat u in ieder geval even een compleet beeld krijgt van welke lezingen er allemaal zijn. De tweede serie lezingen, genaamd de Uncommon Sense Series, de Ongezond Verstand Series, wat een woordspeling is, bestaat uit 20 lezingen. Megagenius legt in elk van deze afzonderlijke lezingen een belangrijk facet van het bestaan van de mensheid uit, wat resulteert in een uitgebreide wijsheid van het leven. En denk hierbij als onderwerpen die aan bod komen als relaties, de dood, criminaliteit, seksualiteit, educatie, ouderschap en meer. Hij gaat in feite alle belangrijke facetten van het leven af en merkt in feite zijn blik daarop en geeft daar zijn ideeën over. Waarvan jullie van uitgaan dat dat dus ideeën zijn van de top van Ipus gaat. Welkom! Mag ik nog even aan? U mag het graag zijn! U heeft net even een deel van het experiment gemist. Vijf plaatsen. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, als je nou toch bij bent, dan gaan we ook u nog even die vraag stellen, want dat heeft ik net gemist. En ik heb daar een bol neergezet en ik wil graag even weten van u, wat voor kleur heeft die bol? Dan zegt u, wat gebeurt er nu ineens allemaal? Wit. Wit. Ja, ik zie ook een bol. Wit. Als ik tegen u zeg dat die beige is, gelooft u me dan? Nee, ik vind dat het wit is. U vindt dat het wit is. En u? Nou, als u echt zegt dat het beige is, dan... Dan zou u meegaan met mij. Nou, meegaan in die zin, dan kunnen we even onderzoeken of het daadwerkelijk beige is als we de wit naast leggen. Dat is een intelligent antwoord. Ze gaat het onderzoeken. Kijk, u weet niet eens het antwoord. Ja, dat is in feite waar het om gaat. Mensen van gemiddelde boven, gemiddelde intelligentie, die gaan dat verder onderzoeken. En dat is inderdaad het enige wat u kunt doen om echt in discussie mee te gaan. Want als we het boek gaan onderzoeken, dan ziet u dat het beige is. Maar ook wit is. En dat we dus in dat opzicht alle twee gelijk hebben. Ja. Dus even insteek in waar deze lezing over gaat. En dat is even aardig dat u dat niet even mee hebt gegeven. Anders zou ik dat gemist hebben. Ja. Dus nog even een common sense series. Het zijn 20 lezingen die elke belangrijke facet van het leven in feite even adresseert. De derde serie lezingen zijn genaamd The Whole Truth Series. De hele waarheidsseries, welke bestaat uit 8 lezingen. Overigens, al deze informatie is te vinden op www.megagenius.com. Die zijn in het Engels. Ik ben overigens bezig, ik heb een samenwerkingsplan met Megagenius aangegaan, waarbij we heel veel van dat soort materialen gaan vertalen en in het Nederlands beschikbaar gaan maken. Ik heb mij ten doel gesteld om het gedachtegoed van Megagenius hier in Nederland te halen. Al dan niet misschien nog met een zakenpartner die op dit moment even andere activiteit heeft. Maar dat is in ieder geval mijn insteek om het gedachtegoed hier naar Nederland te halen en dan ook in een Nederlands website beschikbaar te krijgen. In die derde serie lezingen legt Megagenius uit waarom vele filosofen die zochten naar de waarheid op de verkeerde weg uitkwamen. En wat in feite waarheid is. Of beter gezegd, niet is. En waarom je welzijn in het leven afhangt van de mate waarin je waarheid zult vinden. Ik kan daar een tipje van de sluier in oplichten. Mensen die in het verleden naar de waarheid gingen zoeken, die liepen vast omdat ze zochten naar een iets. Alsof de waarheid een iets is. Wat Megagenius op een gegeven moment vaststelt in de Whole Truth Series, en ik vertel nu eigenlijk de kern van het einde verhaal, is dat de waarheid in feite een nothing is. Het is de volledige absence of falseness. De volledige afwezigheid van valsheid. Dat is de beste definitie van de waarheid. Ja? Laat die maar eventjes bij u binnenkomen. De vierde lezing genaamd, de Lost Wisdom Series, bestaat uit 10 lezingen. Hierin worden onderwerpen behandeld van verloren gegaan wijsheden op het grensvlak van het fysisch en het metafysisch universum. Mensen vroegen mij net ook beneden even aan de stand, is dat heel erg spiritueel wat u gaat vertellen? Ik zei, nou, in principe is het allemaal vrij down to earth,
gewoon, daar kun je gewoon in dit dagelijks leven wat mee. Ik zou bijna zeggen dat hier zit een beetje op het grensvlak van het aardse en het spirituele. In deze lezingen onthult Mega Genius tal van zogenaamde megatools. Ik ga jullie straks ook een aantal van vertellen. Ik zal straks ook even een definitie van geven. En dat zijn in feite waarheden waarvan u kunt zeggen van, daar kan ik me aan vasthouden. Die zullen onder alle omstandigheden overeind blijven. Niet zoals bijvoorbeeld de waarheid van hij is wit, want die bleek dus niet helemaal vast te houden. En ook hij is beige is de halve waarheid. De hele waarheid is, hij is zowel wit als zowel beige. Goed, van de eerste 6 lezingen zoals beloofd ga ik u nu een samenvatting geven. Lectie nummer 1. De waarheid over intelligentie. De oorspronkelijke titel was overigens The Truth About Intelligence. Als het om wijsheid gaat, heeft Jim Diamond, alias Mega Genius, de meest intelligente antwoord. Zijn intelligentie is de hoogste ooit gemeten op de Western Adult Intelligence Scale Revised, de WISE-R. De meest nauwkeurige intelligentietest die wereldwijd op dit moment voorhanden is. Hij is, zoals dat genoemd wordt, een Mega Genius. Dat wil zeggen een persoon met een onmeetbaar hogere intelligentie. Hij heeft... Ja, komt u graag binnen? Bent u op zoek naar zaal 9? Nee, ja, ik zoek eigenlijk een soort platform van hem. Dat is het ergens anders. Persoon met onmeetbaar hoge intelligentie. Hij heeft de medicinische lezing samengesteld omdat hij het zijn plicht zag om de kennis die hij en de waarheden die hij heeft ontdekt, om die ook naar de mensheid toe te brengen. De medicinische lezingen zijn een avontuur die je helpen om meer waarheid te zien. In feite, wat we net met de bol gedaan hebben, is daar een mooi voorbeeld van. Nu zei ik net terecht al, ik zou het beter moeten onderzoeken. Ik vind dat een hele mooie, omdat er één van de 3 genius formas zijn. Onderzoek als. Ik ga straks nog de andere 2 doen. De mensheid denkt, kennis is macht. De meeste mensen zoals die hier zitten, die hebben wel de uitdrukking gehoord, kennis is macht. Maar dat klopt niet. Meer dan 99% van alle informatie die op aarde beschikbaar is, is niet de moeite van het weten waard. Wijsheid is kennis die echt waard is om te weten. En alleen in wijsheid schuilt echte macht. Kunt u het goed horen? Ja, ik wil de laatste zin al eens herhalen. Graag. De mensheid denkt, kennis is macht. Maar dat klopt niet. Meer dan 99% van alle informatie die op aarde beschikbaar is, is niet de moeite van het weten waard. Wijsheid is kennis die echt waard is om te weten. En alleen in wijsheid schuilt echte macht en kracht. De Mega Genius lezingen zijn daarom meer waardevol dan de beste opleiding die je aan de meest prestigieuze universiteit op de wereld zou kunnen volgen. Ik heb dat inmiddels zelf mogen meemaken en ik kan dat volledig onderschrijven. Alles wat je ervaart hangt direct af van je vermogen om waar te nemen. Het fysisch universum zal keer op keer je hart breken. Tenzij je de intelligentie hebt om voldoende van haar regels te begrijpen. En als je dat wel doet, dan wordt het leven een paradijs. Zaken als relaties, de dood, seksualiteit, opvoeding, criminaliteit, die zijn niet verwarrend of mysterieus. Maar ze kunnen eenvoudig begrepen worden. Intelligentie kan makkelijk geleerd worden. Als dat op een intelligente manier geleerd wordt. Maar voordat je intelligentie kan begrijpen, moet je wel eerst weten wat het is. Er bestaat een groot verschil tussen een expertise hebben en een echte genie zijn. Een expertise hebben betekent dat je goed bent in een bepaald onderwerp. Terwijl een genie intelligent is op veel verschillende onderwerpen. Hoe minder intelligent iemand is, hoe meer hij het met anderen oneens is. Intelligente mensen daarentegen leven in overeenstemming met hun omgeving. Echte genieën hebben soortgelijke visies op het leven. En genieën van het grootste kaliber zien het leven nagenoeg identiek.
Je volgt een megatruth. Een belangrijke waarheid. De definitie overigens van een megatruth is een verklaring die eenvoudig te begrijpen is en absoluut waar is. Het resultaat van de perfecte toepassing van de genius formula. Ik ga er straks uitleggen wat die volledige formule is. Daar komt ie. Alle dingen zijn zo eenvoudig als dat zij begrepen worden. Intelligentie en IQ zijn twee verschillende dingen. IQ is een meting van intelligentie, niet de intelligentie zelf. Het eerste grote probleem met IQ is dat psychologen geen definitie van intelligentie hebben bedacht voordat ze het gingen meten. Intelligentie kent een normaal verdeling en kan het beste gemeten worden op basis van een percentielscore. Een normaal verdeling is een wiskundige term die misschien voor iedereen niet helemaal duidelijk is, vandaar dat ik eventjes dit erbij gemaakt heb, zodat we een idee krijgen wat het is. Het is een normale verdeling van, als je een groep mensen, in dit geval alle mensen op aarde, zou kunnen meten de intelligentie, hoe die verdeling dan van het IQ is. Als dit zeg maar de gemiddelde intelligentie is, dan is dit zeg maar de verdeling in zogenaamde standaarddeviatie. Ook dat is een wiskundige term, ik zal je daar niet al te lang mee bemoeien. Maar wat gaat is, 95% van de wereldbevolking heeft een intelligentie van 2 standaarddeviaties boven of onder het gemiddelde. Dit zijn de standaarddeviaties, dit zijn dus 2 standaarddeviaties, dit is boven het gemiddelde, dit is onder het gemiddelde. En dit vlak is dus in zijn totaliteit zo'n beetje 95% van de mensheid. En 95% van de mensen zit dus in dat gedeelte. Daarboven en daaronder wordt de nauwkeurigheid snel minder. Dus in dit gebied en in dit gebied wordt de nauwkeurigheid van de intelligentietesten snel minder. De scores van 3 standaarddeviaties meer of minder van het gemiddelde hebben nauwelijks betekenis, omdat de nauwkeurigheid van die meting eigenlijk zo goed als nul is. Een genie behoort bij de slimste 2% van de bevolking en zou dus aan het meest rechte gedeelte van die grafiek vallen. Die intelligentie van een megagenius behoort binnen het 99,99ste percentiel. Ik zal het daar niet mee lastig vallen om dat al te veel uit te leggen, maar het komt er simpel op neer. 1 op de 10.000 is iemand die in die categorie zou kunnen vallen. Intelligentie overigens is het vermogen om verschillen te kunnen onderscheiden. Als we net naar die bol kijken, om wit te kunnen zien, om beige te kunnen zien en ook kunnen zien dat er 2 verschillende kleuren in dit geval zijn. Er zijn een oneindig aantal intelligentia voor ieder mogelijk onderwerp 1. Intelligentie echter, u mag hem wel eigenlijk, jazeker. Als u niet echt vindt, dan ik opnieuw in de lezing. Nee, oké. Intelligentie echter heeft niets met onderwijs of opleiding te maken en ook niet met het gebruik van moeilijke woorden. Het doel van communicatie is namelijk om begrepen te worden en dat is lastig als je moeilijke woorden gebruikt. Het tweede grote probleem met IQ is dat IQ-testen niet negatieve emoties kunnen meten. En we weten allemaal dat je perceptie van de waarheid behoorlijk kan vertroebelen op het moment dat je emoties een rol spelen. Intelligentie kan gemakkelijk verhoogd worden, dat is het goede nieuws. De reden dat intelligentie niet van nature groter wordt, is dat de intelligentie die je al hebt, onvoldoende gebruikt. En daar gaan we straks nog even wat meer over zeggen. Enkele eigenschappen van een echte genie. Hij kan verschillen onderscheiden op een groot aantal onderwerpen, niet slechts op 1 of 2. Hij heeft een stabiele persoonlijkheid, wordt nooit boos of ervaart andere negatieve emoties. Hij, en uiteraard bedoel ik hier natuurlijk ook zij, vergeef me dat ik dat niet elke keer herhaal, is enthousiast over het leven. Hij is nooit depressief, hij wordt nooit ziek, hij is sociaal en communicatief en anderen vinden hem aardig en hij kan goed met zichzelf overweg. Een echte genie, en dit vind ik zelf een hele belangrijke, houdt van zijn medemens en begrijpt hem, ongeacht zijn omstandigheden of handelingen. Een echte genie is altijd gelukkig. Je kunt niet intelligent zijn op een bepaald gebied en er tegelijkertijd negatief over denken. En dat brengt mij naar een andere belangrijke megatruth.
Ongelukkig zijn is niet een intelligente staat van zijn. De tweede en de derde lectie hebben we samengevat in één. En de titel daarvan is de basis van bedrog en hoe te voorkomen bedrogen te worden. De oorspronkelijke titels waren The Fundamentals of Trickery en How to Keep Yourself from Being Fooled. Waarom start hier Mega Genius mee? Hij is zelf, trouwens dat is een onderdeel van wat er staat, ik ga het gewoon even voorlezen. Later in deze lezingen zal Mega Genius vertellen wat de Genius Formula inhoudt. Eerst wil ik echter de basis van bedrog uitleggen. Want dat is in feite de truc. Ik heb hem een beetje proberen te voelen daarnet. Een beetje proberen te belazen omdat ik de witte kant naar voren had gezet. Dat is in feite zoals het in het leven eigenlijk continu gebeurt. Als je niet oppast, word je in de maling genomen. Dat is even de essentie daarvan. Hij gebruikt de moderne magie als voorbeeld voor. De eerste reden daarvoor is dat het slecht gaat met de moderne magie. Hij gaat dus op een gegeven moment uitleggen waarom hij de basis van bedrog gaat uitleggen. Het publiek kan de trucs van de moderne goochelaars bijna niet meer doorgronden, waardoor het spel ook minder interessant is geworden. Als professionele goochelaar met meer dan 35 jaar ervaring in de business gaat hij dit aan de hart. Mega Genius heeft 35 jaar lang als professionele magician, goochelaar, mensen in de maling genomen. De tweede dat hij de kennis gaat blootleggen in de Genius formule, is omdat hij wil uitleggen hoe die formule werkt. Daarom ook is het noodzakelijk om uit te leggen wat de fundamenten van bedrog zijn. Het een is onlosmakelijk met het andere verbonden. Door bedrog namelijk kun je niet nauwkeurig waarnemen en begrijp je niet wat er werkelijk om je heen gebeurt. Dit resulteert dus uiteindelijk in onintelligent gedrag. De basis van bedrog is altijd hetzelfde gebleven. Het enige verschil tussen een goochelaar en een dief is in zijn ethiek. De ene die belaast je om je te vermaken en de andere zodat hij van je kan stelen. Harry Houdini, een van de grootste magicians aller tijden, was zowel goochelaar als detective. De vaardigheden die hij als goochelaar bezat, kon hij gebruiken om misdaden op te lossen. Je kunt daar misschien enige relevantie in zien. De eerste manier waarop een goochelaar je bedriegt, is door een illusie te creëren waarin hij je aandacht kan misleiden. Hierdoor lijkt het wellicht dat de hand sneller is dan het oog, maar in werkelijkheid is het oog altijd sneller. Tenzij het wordt misleid. En dat is wat er bijna altijd gebeurt. Een tweede manier waarop een goochelaar je kan bedriegen, is door je een beweging te laten veronderstellen die nooit heeft plaatsgevonden. Deze vorm van bedrog is moeilijker te ontdekken dan de eerste vorm. Je moet er namelijk een veronderstelling die je zelf hebt gedaan, die moet je ervoor ongedaan maken. Een mooi voorbeeld vind ik daar altijd van, het voorbeeld van het gieten van een glas melk in een papieren zak. Ik weet niet wie van jullie die truc kent, maar er is een goochelaar en die heeft een glas melk. En hij vouwt van papier, dan vouwt hij een zak en hij gooit die glas melk erin en op een gegeven moment is dat melk verdwenen. Het aspect wat er gebeurt is dat je eigenlijk niet rekening houdt met het feit dat er nooit melk in die zak in de eerste plaats is gegaan. Waardoor je continu in een soort misleiding terechtkomt. Dat glas is in feite een dubbel glas met een dubbele bodem, waarin er nauwelijks melk er zit in een klein gaatje, maar een beetje melk uitdruppelt. Want dat is dan nog wat mooier van het laatste deel. Het laatste laat nog een beetje druppelen en dan haalt hij dat nog even af. Maar er heeft nooit werkelijk melktransactie plaatsgevonden. Maar omdat je dat eigenlijk ziet gebeuren, ga je er niet meer vanuit dat dat het geval is. De basis van bedrog is zo eenvoudig dat er in feite niet meer over te zeggen valt. De strekking daarvan overigens is erg groot. Nog even leuk weetje. Mega Genius heeft in 1970 een truc uitgevoerd die gebaseerd is op het principe dat bij moderne goochelaars niet bekend is. Het effect was destijds zo overweldigend dat het publiek er doodstil van werd. De waardering was in feite groter dan bij een staande ovatie. Wat was de truc dan? De truc bestond uit een transcontinentale teleportatie van de westkust van de Verenigde Staten naar New York. Een afstand van meer dan 4000 kilometer. Omstanders aan de westkust
beschreef dat zijn lichaam verdween in een flits van licht. Direct daarna werd hij zichtbaar in New York. Op beide locaties was er een comité aanwezig die zijn vingerafdrukken mocht nemen. Het bewijs voor de teleportatie was zo overweldigend dat als hij een misdaad zou hebben gepleegd op een van de beide locaties, hij meteen vrijgesproken zou worden, omdat hij kon bewijzen dat hij op een andere locatie was. Nog even een aardigheidje. Hij heeft ook het geheim achter de truc verklapt. Hij deed het namelijk op dezelfde manier zoals iedereen anders het zou doen. Daarmee zegt hij alles, maar ook niets. En wat bedoelde hij daar in feite mee? Dat hij een illusie creëerde om je aandacht af te leiden. Hij heeft ooit 1 miljoen uitgeloofd voor de mensen die de truc zouden kunnen oplossen. Dan komen we nu op het punt, lectie 4, verhoog je intelligentie. De oorspronkelijke titel van de lectie is Skyrocket Your Intelligence. De meeste mensen weten niet hoe ze moeten denken. Een van de grootste denkers aller tijden overigens was Thomas Edison, die ooit eens zei, mijn vak is denken. En het trieste van ons huidige systeem is, het leert mensen niet hoe te denken. Thomas Edison is onder andere de uitvinder van de gloeilamp en vele anderen. En ik weet niet hoeveel duizenden patenten de man op zijn naam heeft staan. Men noemde hem ook wel eens de tovenaar van de spraak. En hij heeft ook de titel vergaard, Man of the Century. Of je een genie bent of een idioot, hangt af van het aantal fouten wat je maakt in je handelingen. Als je heel weinig fouten maakt, dan noem je je een genie. En maak je veel fouten, dan noem je een idioot. Er zijn 3 basisregels van het denken die je kunt gebruiken om fouten te voorkomen of om bedrogen te worden. En dan kom ik op de essentie van net ook even met de bom, wat die dame zo terecht net een hele belangrijke opmerking maakt. Ik begin overigens met de eerste regel. De eerste regel is expand your attention. Oftewel, het uitbreiden van je waarneming, ofwel, kijk verder dan je neus lang is. Waar is je aandacht op gefixeerd? Als je dat weet, kun je hem ook bevrijden. Veel mensen vinden het gemakkelijk om problemen van een ander op te lossen. Maar in hun eigen problemen zitten ze vast. Omdat ze geen extern viewpoint kunnen innemen. Ze zitten er middenin. Door je aandacht te bevrijden kun je meer afstand van je problemen nemen en vanuit een nieuw invalshoek er naar kijken. De tweede gouden regel van de Genius Formula is examine everything. Onderzoek alles. Gedachten zijn lichte dingen. Je kunt ze gemakkelijk veranderen. Pak het op. Draai het om. Bekijk het van dichtbij. Bekijk het van veraf. Je zult veel nieuwe dingen ontdekken als je daar een tweede natuur van maakt. En de derde gouden regel is, exclude all assumptions. Laat alle veronderstellingen vallen. Neem niets vanzelfsprekend aan. Heeft de overheid het beste met je voor? U klikt. Waarschijnlijk wel niet. Waarschijnlijk heeft u dat alles wat nader onderzocht en tot ontdekking gekomen dat er misschien wat meer aan de hand is. Ja. Heel goed. En zo kun je dat in feite met alles. Ik ga u even 3 definities geven van de Genius Formule. De eerste. Een specifiek gedachteproces dat leidt tot oneindige uitbreiding van waarneming, grondig onderzoek en complete uitsluiting van veronderstellingen. Waardoor je maximaal verschillen kunt onderscheiden. Het resulteert in volledig begrip van valsheid en de ontdekking van waarheid. De tweede definitie van de Genius Formule. Die analytische procedure die van nature door mensen van extreem hoge intelligentie wordt gebruikt. En de derde definitie. Het meest eenvoudige proces om valsheid te isoleren en waarheid te ontdekken. Mensen met een beperkte geest hebben moeite om een ander gezichtspunt aan te nemen. Mensen met een ruimdenkende geest vinden dit veel gemakkelijker. En die leren daarom ook snel. Ze zijn letterlijk bereid om meer waar te nemen. Intelligentie hangt niet af van de hoeveelheid informatie waarover je beschikt.
Het gaat om de kwaliteit van die informatie. En als je intelligent bent, kun je informatie van waarde gemakkelijker herkennen. Intelligentie hangt ook niet af van je vermogen om informatie op te nemen of op te slaan in je geheugen. Het is puur het vermogen om verschillen te kunnen onderscheiden. En hoe beter je dat kunt, en hoe sneller je nieuwe verschillen kunt leren onderscheiden, dat bepaalt je intelligentie. Perceptie is je vermogen om waar te nemen. Let wel, het is superieur aan intelligentie. Want eerst neem je waar en dan ga je verschillen onderscheiden. Perceptie is communicatie met je omgeving. Het is vele malen nuttiger dan denken. Misschien even terug naar de bom. Als je echt goed had gekeken, had je misschien aan de rand daar ook kunnen zien dat hij nog een beetje beige was. Speciaal beige genomen, als het blauw was geweest, was het misschien wat meer opgevallen. Maar dat is al niet te min. Als je denkt, sluit je af van je omgeving. Je bent niet langer aan het communiceren en daardoor word je ook niet intelligenter. De normale manier van denken is dat je je geest gefixeerd hebt op bepaalde punten. Dat je je dingen op een sociaal acceptabele wijze ziet. Dat je veronderstelt dat alles wat met autoriteit gezegd wordt, waarschijnlijk waar zal zijn. En dat je veronderstelt dat twee dingen die op elkaar lijken waarschijnlijk identiek zullen zijn. Als je er intelligent naar kijkt, dan kun je zeggen dat al deze dingen dus niet het geval zijn. Hier volgt weer een belangrijke megatruth. Zij die niet een omgeving kunnen beheersen, zullen erdoor beheerst worden. Ik ga er straks nog even wat meer over zeggen. De geniusformule is gemakkelijk te begrijpen. Dat komt omdat alle factoren die niet essentieel zijn, zijn uitgesloten. Het vermogen van de formule daarentegen is onbegrensd. Megagenius kan van een persoon met gemiddelde intelligentie binnen een jaar tijd een genie maken. Na 2 jaar zal de intelligentie van deze persoon het niveau van een megagenius benaderen. En dat doet hij voornamelijk door je te helpen je waarneming naar nieuwe, nuttige gebieden te begeleiden. Lectie nummer 5, de wegwijzers van het leven, de oorspronkelijke titel Life's Road Signs. Met behulp van de geniusformule kun je alles begrijpen wat je maar zou willen. Juist de toepassing van de formule zal altijd leiden tot een volledig begrip. Niemand op aarde overigens heeft de formule volledig toegepast. Degene die dat wel doet, heeft in feite geen lichaam meer nodig om te kunnen functioneren. Mensen kunnen anderen met een hogere intelligentie dan zijzelf niet herkennen. Ze kunnen niveaus van intelligentie onderscheiden die lager of gelijk zijn aan die van hunzelf. Hogere intelligentie ligt boven hun begripsvermogen. Honden bijvoorbeeld zien ons op hun eigen niveau. Als je uit eten zou kunnen gaan met bijvoorbeeld Mozart, Da Vinci, Darwin of Emerson of een andere genie, zonder dat je iets zou weten over hun intelligentie of hun resultaten, denk je dat je ze dan zou kunnen herkennen? Een megagenius is een persoon met een extreem hoge intelligentie die van nature de geniusformule toepast. Zijn intelligentie is zoveel hoger dan een reguliere genie dat zij niet gemeten kan worden met behulp van de normale testprocedures. Het verschil tussen een genie en een megagenius is 15 keer zo groot als het verschil tussen een persoon van gemiddelde intelligentie en een genie. Megagenius zijn momenteel zeer zeldzaam op aarde, maar in de toekomst zullen ze zeer vaker tevoorschijn gaan komen. Mensen gebruiken overigens slechts 1% van hun geestelijke vermogens. Je zou kunnen zeggen, als je intelligentie meetbaar is, is die dus niet bijzonder hoog. Althans, niet vergeleken met je werkelijke potentieel. Wijsheid is de kennis die echt waard is om te weten, zoals we al eerder even genoemd hebben. Zij is gebaseerd op waarheid. En waarheid is statisch. Dat wil zeggen dat het onveranderlijk is en niet kan ophouden te bestaan. De kern van de geniusformule is dat de informatie
dat je de informatie, sorry, is dat je de informatie selecteert die echt belangrijk is. Als je haar goed toepast, zul je oude veronderstellingen moeten loslaten. Dat vereist flexibiliteit van geest. De formule is echter zo nuttig als de mate waarin je haar toepast. Dus met een adequate toepassing zal jij dus ook je intelligentie kunnen verhogen. Hoewel deze lezingen zijn gebaseerd op de perfecte toepassing van de Genius-formule, valt er nog veel meer waarheid te ontdekken voor diegenen die de Genius-formule zelf besluiten toe te passen. In deze lezingen worden slechts die zaken naar voren gebracht die mensen met een gemiddelde intelligentie gemakkelijk kunnen begrijpen. Maar er valt uiteraard nog veel meer te ontdekken. Alle megatruths zijn eenvoudig. Ze zullen je leiden naar meer, geluk en wijsheid. Lezing nummer 6, meer grote waarheden, oorspronkelijke titel, More Megatruths. Mensen van gemiddelde intelligentie, die denken vaak dat het leven oneerlijk is. Ze menen dat het leven is wat er gebeurt, terwijl je plannen aan het maken bent. Hier vormt een belangrijke megatruth. Alles dat je ervaart, hangt af van je vermogen om voor jezelf te denken. Schoonheid is overal. Niet alleen in de regenboog, in moederliefde of de dauw in de ochtend, maar ook in een gebroken eierschaal of in een gebroken hart. Het ligt aan de waarnemer of hij de schoonheid die al om hem heen is, ook wil zien. Sommige mensen hebben besloten dat er nergens schoonheid te vinden is. Dat is ook de reden dat ze het niet zien. Je ziet de schoonheid die je waarneemt en niet de schoonheid die je niet waarneemt. Maar het is overal. Grote waarheid, megatruth. Om je leven te veranderen, moet je je gedachten veranderen. Je bent ofwel oorzaak van het leven, of je bent het effect van het leven. Om te denken als een genie, moet je niet denken als een idioot. Het enige verschil tussen een idioot en een genie is de toepassing van de geniusvormen. Een idioot is iemand die zelden zijn waarneming uitbreidt, die niets onderzoekt en alles als vanzelfsprekend veronderstelt. Daarom wordt hij keer op keer bedrogen, zowel door anderen als door het fysische universum zelf. Nog een belangrijke megatruth. Zij die hun omgeving onvoldoende begrijpen en weten te beheersen, zullen erdoor beheerst worden. De variant op die ik u net al eerder aangaf. Het fysische universum heeft bijna oneindige kracht. En het buigt alleen voor waarheid. Door het fysisch universum te begrijpen, wordt haar kracht in feite, in werkelijkheid, gerelativeerd. Als je altijd blijft doen wat je altijd al deed, zul je altijd blijven krijgen wat je altijd al hebt gekregen. Door het toepassen van de Genius-formule zul je vele van je eigen veronderstellingen tegen gaan komen. Sommige daarvan zullen je aan je hart gaan. Als je het op een bepaald punt niet eens bent met deze lezingen en je kunt na grondig onderzoek niet zien waar de fout ligt, heb je waarschijnlijk een aanmerkelijk belang in het behouden van die veronderstelling. De mensheid denkt dat meer informatie de manier is om het universum te begrijpen. Wat de mensheid er weer houdt om het universum echt te begrijpen, is de complexe valsheid die lang geleden is geplaatst. Het enige doel ervan is om mensen te weerhouden meer waarheid te zien. De mensheid houdt zichzelf voor de gek en heeft het niet door. U heeft nu de mogelijkheid om dat patroon te doorbreken. Het leven is eerlijk en is rechtvaardig. Zij die het anders zien, begrijpen niet hoe het leven echt werkt. Nou, zijn bouwde uitspraken. En tot slot wil ik u de mogelijkheid bieden deze lezingen in een mastermind groep verder te bestuderen. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat we in een vijftal avonden met zo'n 6 tot 10 personen deze lezingen verder gaan uitdiepen. Ik heb nu getracht even heel kort
tipje van de sluier plicht een aantal highlights uit de eerste serie van de lezing te geven om u een gevoel te geven, zou dat iets voor mij kunnen zijn waar ik iets meer mee zou willen. En sommige mensen die zullen gelijk denken, dat is wat voor mij, of tegelijkertijd denken, dit is helemaal niets voor mij. Beide is uiteraard goed. En de avonden starten op dinsdag 7 mei en duren 5 aansluitende dinsdagavonden. Voor de prijs moet u het niet te laten, want de introductie heb ik besloten om de eerste serie lezing, want ik ga dat nu voor het eerst in Nederland doen. Daar overleg met Megagenius daarover. Om van €250 dat voor de halve prijs te doen, van €125 voor alle 5 de avonden. Daarmee krijg je ook alle lezingen van Megagenius erbij. Je kunt ze rechtstreeks van zijn site downloaden met een speciale code die u van mij krijgt. Het is inclusief de begeleiding en inclusief koffie, thee tijdens de avond. Mocht u straks meer informatie willen, dan sta ik beneden ook nog op stand 37, waar ik wat meer informatie kan geven. Ik kan straks nog even wat meer folletjes, of kunt u wat folletjes meenemen waar wat informatie over de avonden staat. En voor de rest, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, als je daar hebt geschreven, ik heb ongeveer een kwartiertje per dag voor eventuele vragen, als die er al zijn. Zodat u eventueel, als die zijn, bij deze kunnen vragen. Ik ben geen mega-genius, laat dat duidelijk zijn. Ik heb gelukkig wel een wat verhoogde intelligentieniveau. Maar als ik geen antwoord op uw vraag kan geven, dan ga ik er zeker achterheen om voor u het meest intelligente antwoord te krijgen. Zeg maar. Waarom bent u geen mega-genius? Wat zegt u? Waarom bent u dat niet, zo'n mega-genius? Dat vind ik een hele goede vraag. Dat vind ik een goede vraag. En ik voel hem gelijk. In feite zijn we natuurlijk allemaal, maar we herinneren het ons nog onvoldoende. Dat is in feite denk ik wat u wilt zeggen of niet. Nee, ik kan niks zeggen. Oh, oké. Ik begrijp dat u al een aantal jaren daarmee bezig bent en nu zijn jullie in hun leiding van dat jullie een jaar of twee jaar een been bent. Dus ik veronderstel dat u. Oh, op die manier. Dus die manier. De basis, u zegt dat u niet bent. Ja. Ja, dat houdt. Nou, omdat ik het zo zeg. Een beetje onderuit. Ja. Ik heb pas sinds vrij kort contact met Jim Diamond. Ik heb wanneer was dat, Rick? In februari of zo hebben we naar Nederland gegaan. Ja, dat is in februari. In februari hebben we naar Nederland gegaan. Dus vanaf die periode zijn we eigenlijk pas met een wat intensiever contact. En hebben we besloten om zeg maar in samenwerking met hem ook het gedachtegoed van hem hier in Nederland te brengen. Heb je de lectures voor het eerst gehoord? Nee, daarvoor heb ik al de lectures gehoord. Nee, maar vorig jaar ergens, hè? Ja, dat kan. Om uw vraag te beantwoorden, wat er bij mij gelijk triggerde is. In feite, diep van binnen, hebben we natuurlijk allemaal een oneindig potentieel. Alleen, we weten het allemaal nog niet direct bewust op dit niveau. Dus vandaar dat ik even dacht dat u daar op doelde. En in dat opzicht realiseer ik dat je in feite kunt zeggen, ieder mens is in feite al een mega-genius. Alleen, hij realiseert het zich nog niet. Hè. Je weet dat er meer is, maar je hebt het nog niet in zijn geheel gezien. Wat ik in ieder geval wel kan vertellen, is dat mensen die naar de lezingen luisteren en daar een sterk affiniteit voor voelen, over het algemeen meer aan de rechterkant van die grafiek zitten. Omdat naarmate mensen intelligenter zijn, ze over het algemeen meer affiniteit hebben met het gedachtegoed van Megagenius. Wat niet inhoudt dat iedereen van gemiddelde intelligentie, als het echt geïnteresseerd is, echt de diepte in wil en naar de lezing wil luisteren en daar het maximaal uit wil halen, dat je in rap tempo je intelligentie aan het verhogen bent. En dan is het een sneeuwbaleffect wat steeds sneller gaat. Want naarmate je dat proces, en op dit moment mag ik zeggen dat dat voor mij meer of meer als een soort standaard geldt, hoewel vanuit natuur ik dat al best vaak deed. Maar nadat ik met deze lezing in contact gekomen ben, is het een tweede natuur geworden om de genius formule toe te passen. Als iemand iets tegen mij zegt, dan denk ik, oké, prima. Ga ik wat verder onderzoeken. Ik ga wat verder kijken dan mijn neus lang is. Ik veronderstel niks. Ik vind alles prima. Maar ik blijf die formule toepassen. En het mooie is, op het moment dat je dat doet en er een tweede natuur van maakt, ja, dan kom je achter allerlei dingen. Ik zei net bijvoorbeeld, de meeste mensen denken dat onze overheid het beste met ons voor heeft. Ja? Hoeveel procent van de mensen zouden dat denken? Ik denk dat het in ieder geval het blauwe en wellicht een groot gedeelte van het bruine gedeelte is. Ja. Soms onweervallen. Wat zegt u? Soms onweervallen.
Nou, één ding wat we zouden kunnen stellen is dat we in ieder geval zien dat in rap tempo op dit moment het bewustzijn aan het veranderen is. Ja, ja. Maar vergist u ook niet, hè, dat op het moment, mensen zoeken elkaar op, mensen met wie u waarschijnlijk omgaat, zullen dat waarschijnlijk allemaal gewoon meten. Maar als je echt kijkt naar de massa, echt naar de massa, dan durf ik de veronderstelling toch wel aan dat dat toch wel boven de 90% ligt. Die werkelijk overtuiging nog heeft dat onze overheid en onze medici, dat die het beste met ons voor hebben. Alleen als je echt gaat onderzoeken, en je, hè, of het nou op het medische vlak is, of op het vlak van politiek, of op welk vlak dan ook, als je werkelijk durft te gaan onderzoeken, verder gaat kijken als je neus lang is, niets veronderstelt dat dat waar is omdat iemand dat zegt, ja, dan ga je dingen zien dat je denkt van wauw. En op het moment dat dat een proces is wat je eenmaal in beweging gaat zetten, dan lijkt dat wel of dat steeds sneller gaat. Het wordt een soort tweede natuur. Ja.